Ik heb daar stand in, dus. Ja, go. Lampje erop. Nou, goedemorgen. Ik zie dat het lampje brandt, dus ik moet beginnen, geloof ik. Ja, ik zou bijna zeggen welkom, maar volgens mij werkt het andersom. Dus ik voel me wel welkom. Ik heb het al een keer eerder gedaan. Het zijn uiteraard geüpdate, slides en alles. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ga het hebben over public key infrastructure. Dat is misschien een term die wat minder bekend is, maar wat wel bekender is, is waarschijnlijk SSL en TLS. En mijn focus van het praatje is dus vooral over hoe werkt het nou met certificaten. Hoe werkt jouw browser? Wat doet het nou als je dus inderdaad zo'n slotje ziet staan? Wat betekenen ongeveer de foutmeldingen die je zou kunnen tegenkomen? Hoe vaak zit het überhaupt in elkaar en allerlei andere case studies heb ik hierin verwerkt. Dan moet je denken aan DigiNotar en allerlei andere cases. Wordt wel pittig. Er komt inderdaad wel een mooie break. Het is wel leuk als ik het praatje al een paar keer gegeven heb. Ik weet in ieder geval ongeveer wanneer jullie waarschijnlijk wel op de max zitten. Dat we eventjes eruit moeten stappen voor koffiemoment. Ik werk bij Nikke. Ik zit hier in Watergraafsmeer, een stukje verderop. Ik kan het fietsen, ik heb geen zin in lopen. Het is een vorm instituut voor subatomaire fysica. Dus dan moet je denken dat alles wat nanotechnologie is, is voor ons super groot. En eigenlijk, ja, niet cool genoeg. Dus wij gaan voor nog kleiner dan dat. En dan moet je dus denken aan particle physics van de LHC. Astroparticle physics, dus alles wat vanuit de ruimte naar je toe komt. En dan niet lichtdeeltjes, maar juist echt ruimtevroep, zoals hele kleine subatomic particle physics dingetjes. Moet je denken aan quarks, moet je denken aan muonen, moet je denken aan neutrino's. Gravitatiegolfmetingen, dus directe observatie van de gravitatiegolven. En dark matter research. Dat zijn een beetje onze vier kernpunten waar wij wetenschap voor doen. Dus ja, dat zijn zeg maar allemaal projecten, verschillende projecten die bij ons op het lab lopen. En daar maken we dus spullen voor. Dus moet je denken aan dat we enorme werkplaatsen hebben. Grote freesbanken om dus de apparatuur te kunnen maken, maar ook elektrotechnici. Om het überhaupt de readouts te kunnen maken en dat soort dingen. Wie ben ik? In kort. Ja, ik doe iets met security. Dat is meestal mijn uitleg aan de familieleden thuis of zo, want de rest snap ik allemaal niet. Ik werk bij meerdere Europese projecten. Dan moet je denken aan softwareontwikkeling, maar ook aan infrastructuur. Zeg maar het ophouden van de infrastructuur en het werken aan de infrastructuur en allerlei processen die daarmee bezig zijn. Ik ontwikkel software. Dan moet je denken aan dingen die dus vertaalslagen maken tussen certificaatinformatie en Unix-accounts. Andere systeemaccounts. Dat is een framework dat maak ik nu vanaf deze zomer, is dat alweer 10 jaar terug dat ik ermee begonnen ben. Ik werk in een open grid forum, dat staat OGF voor. Standaard. Dus dan moet je denken aan standaardisatie, ik doe aan security trainingen. We hebben een eigen grote infrastructuur en daar ontwikkelen we onze eigen trainingen op. Virusinfecties, dat soort dingen. Kijken of je het kan vinden op je grote datacenter. En ik doe iets met risk analysis. En met grote infrastructuur moet je denken aan echt global. Mijn taakgebied is vooral Europees, maar allerlei samenwerkingen tussen de Aziatische kanten en Amerika. Dat is een beetje waar ik mee werk. En ieder bolletje wat je hier ziet is een datacenter. Dan wel een klein instituut, dan wel een groot instituut, dan wel een groot datacenter. Dat knopen we allemaal aan elkaar om dus die data voor de Large Hadron Collider dus te kunnen verwerken. Dit knopen wij aan het internet. Dit is waarom wij belangrijk vinden dat security goed hoog, op een hoge standaard staat en dat wij er veel mee doen. Daar komt een beetje mijn expertise vandaan. Wat we op Nikkev doen, iedereen doet uiteindelijk een deelstukje van het hele gebeuren van die verwerking. En van het assembleren en het maken van de LHC. En onze groep is toevallig gespecialiseerd in security en grote infrastructuur. Nou, de LHC, redelijk bekend denk ik. Misschien van het nieuws. Dat is dus dit ding. Supergekoeld apparaat, een paar Kelvin
warm, koud, al naar gelang wat je referentiepunt is. Bij ons betekent dat 0 Kelvin is ons referentiepunt. Dus het is vrij fris. Hij is 27 kilometer lang. Op de luchtfoto is het een aardige cirkel onder de grond. Ongeveer rond 100 meter onder de grond. En dit zijn de 4 experimenten, of de belangrijkste experimenten waar CERN aan meewerkt. En wij werken er, bij NICAP, maken we apparatuur en hebben we wetenschappers voor 3 van de 4. En dat komt omdat CMS en Atlas, een van de 2, dat zijn elkaars concurrenten, zullen we maar zeggen. Dus dat is waarom we niet aan de andere meedoen. Kost ook een beetje veel geld, dat zou een beetje zonde zijn. Dus we doen mee aan Atlas, LHCb. En die twee haal ik altijd door elkaar in Alice. Dat is CMS. Waar we het allemaal voor doen is dit soort interacties. En dit zijn dus 2 protonen die op elkaar worden gebotst in de Atlas detector. En we krijgen dit soort piekjes en grafieken uit. En dat is de data waar we mee werken. En daar moeten we heel veel van verwerken. En uiteindelijk voldoende statistiek opbouwen. Zodat we net zoals vorig jaar iets kunnen claimen als dat er een Higgs boson bestaat. Nee, dat krijg je niet zomaar. En om nog een leuke illustratie te geven. Er zijn dus nogal veel interacties. En dan moet je dus denken aan 40 miljoen interacties per seconde. Protonen die op elkaar knallen. Ieder van die interacties genereert rond de 3 MB aan data. En dat doen we dus zeg maar 15 jaar lang. 40 miljoen keer 3 MB, 15 jaar lang. Non-stop. Dus de grap is uiteindelijk dat we vanuit al die interacties, dat we uiteindelijk maar tussen de 1 en de 100 Higgs kandidaten interacties hebben per jaar. Dus voor ons is het een beetje een needle in de haystack problem. Daarom hebben we veel data verwerkingscapaciteit. Maar als je denkt dat wij de grootste speler zijn, dan klopt dat ook weer niet helemaal. Want deze kleine antennetjes, dat ziet er heel schattig uit, in Drenthe staat dat. Maar dat is LOFAR. En daar komt dus die 15 petabyte, komt er ongeveer in een week tijd komt dat eruit. Dat kunnen ze niet verwerken. Heel grappig. We hebben wel een fantastische supercomputer in Groningen staan, maar ze hadden nog niet helemaal goed zeg maar, alle dataverwerking en de storage oplossingen gelijk vanaf het begin af aan geregeld. Dat komt omdat ze gewoon niet wisten wat ze gingen meten en hoe ze dat precies gingen meten. Dat duurde even. Maar daar zijn we dus ook mee bezig en ook adviserende rol spelen enzovoort. De andere tak van sport is drug discovery, in silico drug discovery. Hier zie je zo'n groot enzym. En een van de virus of iets anders, of in dit geval is geen virus, maar bacteriën, daar probeer je dus een nieuw medicijn voor te vinden. Dan ga je gewoon heel veel combinaties heel snel proberen te vinden. Uiteindelijk heb je dan iets wat vast kan klappen aan dat enzym. Nou, dan ga je verder zoeken, hoe kan ik die binding sterker maken, kan ik het nog krachtiger maken. En uiteindelijk kom je eruit dat dit misschien jouw nieuwe potentiële medicijn is, wat je dan in een echt laboratorium gaat proberen. Dus het scheelt een hele hoop tijd. Dat doen we dus voor malaria research en dergelijke. Een andere tak van sport is bijvoorbeeld bezig zijn met de simulaties van een fusiereactor. Hier zie je dat die aan het reageren is met de binnenwand. Dat betekent gewoon dat je reactie om energie op te winnen, dus een onderdeel van je reactor dus aan het wegvreten is. In een paar miljoen graden boven nul is het gewoon heel vervelend om dus inderdaad die beam mooi netjes bij elkaar te houden. En ja, het probleem is dus dat de wanden en alles wat er omheen zit, de materie, dat begint ineens mee te reageren. En dat vervuilt je fusiereactie en dat vervuilt dus de efficiëntie van je reactor. Dus we zijn dus ook bezig dan wel met materiaalresearch, maar ook hoe je dat dus uiteindelijk kan modelleren, hoe die vortexen dus uiteindelijk lopen. Aan de hand van wat voor materiaal die je maakt. Dat beeld wat je net zag is dus wat je hier aan de binnenkant de fusiereactor gebeurt. Maar goed, allemaal leuk en aardig. Maar we hadden dus die hele grote infrastructuur om dit soort dingen te kunnen uitrekenen. En hiermee te kunnen werken. En toevallig komt het er dus op neer dat dat zeg maar aan elkaar gehangen is met een hele grote PKI-infrastructuur als security-oplossing. Er zijn een heel aantal oplossingen om te gaan werken met security. Moet je denken aan de SAML Federated omgeving. Je kan ook denken aan de Radius Federatie. Voor grid computing zijn er diverse praktische dingen. Redenen waarom we dus voor PKI hebben gekozen. Om dat dus volledig uit te rollen over onze hele infrastructuur. Dat is
de reden waarom ik in ieder geval zoveel kennis heb opgebouwd over de laatste jaren, in ieder geval over PPI. En de motivaties waarom het precies zo is, laat ik even achterwege, want dat is echt te ver, te lastig, ook om het zo even uit te leggen. We gaan dus even uitleggen hoe dus PGI werkt en ja, wat er allemaal bij staat. Dus een beetje, dat is waar je bij houdt vandaag. Dat is al lang genoeg. PGI, maar laten we het eerst eens even hebben over dat stukje SSL en TLS, waar dus dat hele PGI leeft. Moet je denken, er zijn diverse toepassingen te verzinnen. Eigenlijk alles wat je kan verzinnen tegenwoordig is wel een SSL of een TLS variant van gemaakt. In welke vorm dan ook. Moet je denken aan de standaard IMAP, maar ook IMAP-S, SMTPS, XMPP, VPN-oplossingen. IPsec bijvoorbeeld, die gebruikt ook stukken van de protocol spec. En het zit ook in hardware ingebouwd. Dus het is niet alleen maar een software ding. Er zijn dus ook hardware accelerators voor SSL ontwikkeld. Dan wel insteekkaarten, dan wel hele apparaten die dat offloaden. En een andere belangrijke is bijvoorbeeld hoe je EDROM werkt. EAPTTLS bijvoorbeeld. Dus ook dat je een tunnel legt naar de uiteindelijke radius server. En dan ga je bekijken, goh, dat is waar ik mijn credentials even ga afgeven. Dat is interessant voor bepaalde groepen. Deze zaal. Oké. De SSL protocol stack. Nou, waar zit het nou? Het leeft uiteindelijk net boven de TCP/IP laag en net onder die applicatie laag. Daar zit het een beetje tussenin. Ik ben niet helemaal verfend met het OSI-model. Maar je moet het een beetje, als je het gelaagd wil uitdrukken, dan moet je je voorstellen dat het daar zit. TLS werkt met records. Het zijn altijd strikte maten van blokken die je over de als data gaat schuiven. Moet je denken aan dat het meestal iets van 16k aan blokken is dat heen en weer schuift. Die records, dat heeft dus informatie over de handshake waar je zit, met wat voor cijfer je werkt, allerlei vlaggen, flags om uiteindelijk iets aan te kunnen geven. En dat werkt in de data zelf. Handshake van een SSL gebeurt altijd op dezelfde manier. De client die gaat eerst naar de server toe en die zegt hallo. De server, meestal als die aardig is, dan zegt hij ook hallo terug. Het ligt er even aan wat hij dus precies vertelt in de hallo terug. Straks in de practicum hoop ik in ieder geval een beetje inzichtelijk te kunnen maken aan de hand van de opdrachten die ik geef. Het Wireshark, om te zien wat doet hij nou eigenlijk precies en hoe zit het nou precies in elkaar. Wat voor informatie wordt overgegeven. Optioneel. Echt een optie, maar het is wel het meest gangbare wat je ziet, is dat er dus een servercertificaat wordt afgegeven tussen de server aan de client. De client kan dan bekijken, oké, is dit nou wat de server waar ik bezig mee zijn. Dan krijg je nog de optie dat de server gaat vragen voor een certificaat van de client. Die kan ook eventueel zichzelf authenticeren en zeggen, hoi, dit ben ik. En je kan hier ook een certificaat in teruggeven aan de server, die kan bekijken of dat allemaal oké is. En dan ga je steeds verder in die verificatieslagen. Je gaat uiteindelijk een cijfer afspreken met elkaar voor een echte data-uitwisseling. Dan zeg je dat het allebei voltooid is en voilà, dan heb je een encrypted verbinding. Waarvan je ook nog weet wie er aan de andere kant van de lijn zit. Dus je kan wel een encrypted verbinding gaan beginnen. Maar ja, ik weet niet of we weten wat ROT 13 is of zo, of allerlei andere vage encryptie-cijferingsopties zijn. Maar ja, encryptie is natuurlijk wel iets wat stand houdt bij het punt, met wie ben ik nou eigenlijk encrypted iets aan het verbinden? Met wie leg ik nou contact? Met wie wissel ik nou mijn data echt uit? Dat is het mooie van SSL, je kan dus inderdaad controleren met wie je precies praat. Dan kom je dus inderdaad uit op dit soort dingen. Dit is dan gewoon. En dan kan je zien dat je dus inderdaad een vertrouwde verbinding hebt kunnen opzetten naar Twitter. Dat je dus de identiteit van die host kan bepalen, checken dat het allemaal klopt. Je kan zien met wat voor TLS-encryptie je nu uiteindelijk verbonden bent. En je kan al wat meer informatie zien over welke encryptie-details. Daar komen we zo meteen nog even in detail op uit wat het nou eigenlijk allemaal precies betekent. Goed. De kernvraag is, wat is een certificaat? Wat is een X dat
509 certificaat. Dat is dus uiteindelijk het type, dat is dus hetgene waar we dus steeds over hebben, die certificaten. Certificaten moet je zien als, vooral het certificaatgedeelte, moet je vooral zien als publieke informatie. In de vorm dat het dus of in bepaalde file formats dus uiteindelijk wordt gepresenteerd. .pem format, .cmt, .crdr. Komt er in ieder geval op neer dat je dus uiteindelijk verschillen hebt tussen een .pem format en een .dr format. Maar je kan ze gewoon vrij uitwisselen. Het is een andere manier van encoden. Het ene is binaire representatie van een P64 encoded file. Dan heb je nog compacte files. De PKCS7 en de PKCS12 files. Dan moet je je voorstellen dat je dus een soort van container hebt waar je weer certificaten of private keys in kan proppen. En bij de PKCS12 kun je dan ook bijvoorbeeld hele certificaten chains bij doen en alles wat je misschien nodig zou hebben om het allemaal werken te krijgen. Dat is handig voor de deployment. Als je dan hoef je maar één file aan één persoon te geven van die is voor jou. Dat is waar je certificaten zit op. Qua server, dit is alles waar. Wat je nodig hebt om een server in te richten. De public key die staat in het certificaat geschreven. Los daarvan, de private key, wat je vaak nog eens ziet is dat het allemaal in één file wordt gezet. Dat vind ik niet zo handig, want het is één ding wat één segment wat dus echt heel erg public is en het andere is heel erg private. En dat is dat dit private blijft met asymmetrische encryptie. Is gewoon belangrijk in het fundamentele stukje van de veiligheid van je certificaat. In principe is het niet die identiteit die hier is beschreven, maar je moet het bijna zo zien dat die private key jouw identiteit voorstelt. Verlies je die, raak je die kwijt, dan is het stelletje over. Dan ben je eigenlijk je identiteit verloren. Dit certificaat is dan ondertekend door een CA, een Certificate Authority, tenzij het zelf de CA is die zichzelf signed. Dus dan spreek je over een self-signed certificate. Komt er in ieder geval op neer dat die CA dus uiteindelijk checkt wat voor data er in dat certificaat staat geschreven. En dat certificaat probeer je dus. Die wordt dus gecheckt door de Certificate Authority. En dat certificaat en alle inhoud wordt even gecontroleerd of dat oké is. En geeft dan zijn stempel door. In iets meer detail, een X509 certificaat, ik zeg altijd heel snel X509, spreek altijd in het Engels eigenlijk, bestaat uit diverse, samengesteld uit diverse RFC's eigenlijk, afspraken met hoe dat nou precies werkt. De ene is dus inderdaad wat je het meest voorkomt in PEM format, een B64 encoding, A is een E structuur, dat moet je zien als een binaire variant van XML, JSON. Dus een beschrijving van hoe je knooppunten hebt met identifiers en opties om daarna weer verder te gaan. Mag ik nu uiteindelijk weer een ander, mag ik nu mijn value uiteindelijk opgeven of mag ik nu bijvoorbeeld een sequence geven en kun je een lijst opgeven. Nou, dat is een beetje hoe ASN1 in het kort werkt. En dan heb je dus het formaat van X509 zelf. Het formaat bestaat al heel lang, moet je denken uit 1997. In ieder geval de variant zoals we hem vandaag de dag gebruiken. Je hebt ook nog gebruiken zoals PGP. Heeft iemand een PGP key? Ah, jammer. Het aantal PGP keys is wat lager. Maar in ieder geval goed dat het niet helemaal nul is. Dat is dus gebaseerd op een Web of Trust. Oh wauw, dat was de CV. Ja. Ik dacht dat een of andere kraan buiten stond. Ik kom hier niet iedere dag. PGP is dus gebaseerd op een Web of Trust. Dat is niet hetgene waar wij het vandaag over hebben. We hebben het vandaag over die PKI-omgeving. En dat is een vertrouwde organisatie, een trusted third party. Dus uiteindelijk iemand zijn certificaat signed. Het formaat van het gebruik van de X509 is beschreven in RFC 5280, dat staat ook in hoe je met CRL's werkt en allerlei andere stukjes over certificaten. Dat is de meest belangrijke RFC voor deze dagboekje. Het is wel een beetje heel lang en een rauwe kost, dus
Dus mocht je het een keer tijd over hebben of zo en je wil slapen, dat is een optie om te leven. Nou, dit is mijn certificaat in Base64 encoding. Dus ik mag hopen dat iedereen gelijk ziet, dat is Base64 encoding. Nee? Je kan het zien aan de MI die daarboven staat. Okay, dat is de eerste verrader om uiteindelijk te zeggen, oh, dit is wel een Base64 encoding, dat klopt zo. Maar laten we hem leesbaar maken. Op de command line kun je gewoon met OpenSSL, X5 online, ik wil hem in tekst zien, input file, kun ik dus gewoon de echte data eruit toveren. En dan zie je dat het dus al een heel stuk leesbaarder wordt. En dan zie je iets over het serial number, je ziet iets over de issuer, de subject, keys enzovoorts en nog een hele hoop andere informatie. En het houdt niet op. Ik heb meerdere pagina's nodig en ik heb iedere keer nog stukken weggesneden. Want dat is dus aan de informatie die dus in mijn certificaat staat. In short, dus dan moet je denken aan het belangrijkste segment, hè, wat beschrijft wat jouw identiteit is. Voor wie is dit certificaat nou bedoeld? Dat kan dus zijn een server. Dat kan ook zijn, in dit geval, voor mijzelf. Dus dit is mijn certificaat, van mijn Terena certificate. Geissued door de Terena eScience Personal CA. Dus die heeft die voor mij ondertekend. Dit is mijn serial number. Dus dit is een uniek nummer voor de beschrijving van deze van dit certificaat binnen deze CA. Dus dit nummer is leuk. Dat had ook net zo goed hetzelfde kunnen zijn bij een andere CA, maar het is verbonden aan deze CA. Het vertelt wanneer die uiteindelijk geldig is en niet meer geldig. Meestal een jaar. Sommige CA's doen dat 2 jaar. Vind ik niet zo fijn, maar het is wel prettig voor de gebruiker. Meer een persoonlijk gevoel erover. Dan heb je de subject public key info. Dus dan moet je denken aan dit is waar mijn public key leeft. Dan heb je de signature van de CA. Dus de hele blok wordt gesigned. En die signature die wordt eronder geplakt. Dan heb je nog wat spannende bitjes. Key usage bitjes, altijd in critical gesteld. Wat het in ieder geval betekent, is dat je aangeeft waarvoor je dit certificaat kan gebruiken. Dus een certificaat is niet zomaar een certificaat met everything goes. Nee. Je moet dus aangeven wat ik ermee ga doen. Mag ik dus digital signature gaan doen? Dus de data signen. Key encipherment. Mag ik eventueel mijn key gaan gebruiken voor het opzetten van een encryptielijn? Dingen die bijvoorbeeld weer uiteindelijk wel gespecificeerd zijn, maar die niet gebruikt worden, zijn dingen als data encipherment en non-repudiation. De laatste non-repudiation die wordt dus wel gebruikt bij advocaten met digitale facturen, factuursystemen. Dat doorgaans ga je het niet zo vaak tegenkomen buiten die computer. En dan heb je een aantal specifieke voor een CA. CRL, de Certificate Revocation List Signing, die data wordt ook ondertekend. En dat is een taak voorbehouden aan CA's. En een taak zoals key certificate signing, dus het ondertekenen van een certificaat, dat is ook een exclusief iets voor een CA's. En dan heb je dus inderdaad nog de simpele ja, nee, ben ik een CA-certificaat? Yes, no. Voor mij is dat no, helaas. Maar het idee is dus dat het altijd op no staat voor de eindgebruikers. Voor degene die dus een server-certificaat installeren. Of een persoonlijk certificaat hebben gekregen, zoals deze van mij. Voor alle CA's, eventueel sub-CA's en allerlei andere variaties van CA's, is die altijd op zoek. Dan heb je nog wat extra dingen die in de Netscape-tijd naar boven zijn gekomen. Netscape, iemand nog Netscape gebruikt? Een paar mensen zeggen, dat is nog bijna 32, dus ik moet ook toegeven dat ik Netscape gebruik. Een aantal van die toevoegingen hier die komen uit die tijd. Nu Mozilla, toen Netscape. Dan moet je dus denken aan email protection. Dus dan, dat is dus een gebruik van mag ik uiteindelijk mijn certificaat gebruiken, niet voor, dus voor de ondertekening van een e-mail. Dus bij mij staat het bijvoorbeeld aan. Mag ik mijn certificaat gebruiken voor een TLS www client? Dus
duidelijk ontwikkeld door Netscape, want die begon iets te doen met HTTP. Dus daarom is de officiële term TLS www client. Maar je moet gewoon zien, als voor ieder protocol, dat dit een client is. Dat je een client mag zijn. Of voor de server, dus dan kun je aangeven, dit certificaat mag je alleen maar gebruiken voor een server, nooit als client. Signing executable code. Code signing. Zijn de Java gebruikers hier? Ja, want het is zo leuk om mee te pesten en plagen. Hekel aan die taal. Maar dat neemt niet weg dat code signing belangrijk is. En dat het iets is wat wel heel gezond is. Alleen het wordt ook nog eens een keer misbruikt, code signing. Code signing is belangrijk in de Java-omgeving. Zeker omdat je bijvoorbeeld, stel dat je Bouncy Castle zou gebruiken. En je gebruikt een Bouncy Castle versie die niet signed is. Dan gaat de code zelf ook zeggen, hey, ik ben niet signed. Dat is dan wel weer een leuke feature van Java, dat hij dat zelf kan ontdekken. En dan gaat hij bepaalde functies gewoon niet toestaan. Dan mag je bepaalde cipher suites en bepaalde ciphers mag je gewoon niet gebruiken. Omdat het te mooi is, te krachtig, weet ik veel. Allerlei vage motivaties. Maar goed. Neem niet weg, code signing is een belangrijk feature. Wordt ook gebruikt bij Microsoft software updates bijvoorbeeld. Voor de packages die zijn gesigned. Geldt ook voor Linux, Debian. OS X is de vreemde eend in de bijt, niet alles van OS X is gesigned. Dat is een beetje bagger eigenlijk. Dat is eigenlijk, want uiteindelijk kun je dus inderdaad een file gaan veranderen. Gaan manipuleren op disk. En dat kun je dus zien aan de hand van de signature. Kun je zien wie dat ding als laatste gesigned heeft en wat uiteindelijk de signature was op welke hash van de data. Dus dan kun je zien, oh, dit was mijn data, ik zie dat mijn file gemanipuleerd is. Dat is waar je dus die code signing ook voor gebruikt. Wie heeft dit gedaan? Wie heeft dit zo op deze manier neergezet? En als dat afwijkt, dan is het niet goed. Dus code signing is een belangrijke feature. Binding object hash to time. Ik weet hem ook niet. Ik heb dat nog nooit gezien. Het schijnt te zijn dat iemand secured MTP features heeft geprobeerd in te bouwen. Wie denkt er trouwens dat MTP veilig is en altijd prachtig je server op tijd zet? Wie gebruikt het? Gebruikt iemand MTP? Oké. Tip, schrijf op TLS update. De grap van TLS update komt uit de Project omgeving. MTP is iemand ieder. Nou, jullie kennen altijd wel het verhaal van de Iraanse drones. Met die GPS-tijden. Dat je de tijden van de GPS kon manipuleren en dan kun je de drone naar beneden halen. Iedereen heeft het in de krant. Oké, dezelfde grapje kun je dus ook uithalen met MTP. Daar, TLS update. Altijd. Signing OCP responses, wat dat precies betekent, komen we zo nog even op terug. Dat komt in ieder geval op neer, dat is een mooie feature. Policy objects, dus zij zeggen, goh, beleid, documenten, waarom staat dat nou in mijn certificaat geschreven? Het is eigenlijk belangrijk om op terug te kunnen vallen. In zo'n document, vaak een URL, staat beschreven wat de voorwaarden zijn geweest waarop ik mijn certificaat heb gehad. Wat ik precies mag doen, wat ik eigenlijk niet meer mag doen, wat de bedoeling was van mijn certificaat. En soms staat dat heel kort opgeschreven, soms staat dat in advocatentaal opgeschreven en is het haast niet meer te volgen. Zeker niet als het in een andere taal is. Dus Engels kom ik nog wel uit, maar andere talen is wel lastig. Soms heb je meerdere policies waaronder mijn certificaat gesigned is. Maar goed, dat is dan even belangrijk. Dus je hebt andere policies van dezelfde CA, of het nou gaat dus om een certificaat van een host, als voor een persoon. Even een mooi voorbeeld. CRL OCSP endpoints, die staan er ook op geschreven. Dus dan moet je denken, oké, als ik dit certificaat krijg van een server, of andersom, de server krijgt mijn certificaat. Dan kan ik in ieder geval zien aan de hand van de CRL's en de OCSP endpoints, kan ik zien of die nou revoked is. Dan kan die wel geldig zijn. Maar goed, nu weet ik in ieder geval waar ik naartoe moet gaan. Het laatste stukje in ieder geval van wat er dus in het certificaat staat, zijn de subject alternative names. Dit zijn aanvullende stukken informatie die je gebruikt om dus te zeggen, dit is een onderdeel van het eigenaarschap buiten die subject DN. Dit is de moderne manier om te gaan kijken. Modern sinds mei 2000, dus dat is al een tijd hoor. Sommige mensen lopen nog achter.
met bepaalde CA's. En de grap is dus dat je nu kan aangeven, oké, ik mag niet zomaar mijn e-mail signen, maar ik mag alleen maar mijn e-mail signen als dit e-mailtje daadwerkelijk van dat e-mailadres is geweest. Dus als ik dus uiteindelijk ga kijken in Thunderbird en ik ga e-mailen naar mijn eigen e-mailadres of een ander die dat dan heeft, een collega van me, dan gaat hij zoeken naar de data waarvoor die dus uiteindelijk gesigned is. En dan kan hij gelijk het juiste certificaat erbij pakken en dan kan ik een encrypted e-mail sturen naar hem. Dat is in ieder geval één motivatie waar ik voor gebruik. Het andere is dus om aan de andere kant te kunnen controleren dat e-mailadres is wat ik zie via de mailsystemen als de afzender. En dat kan ik nu vergelijken met de signature en het certificaat van die gebruiker. Dan kan ik in ieder geval match maken tussen dat e-mail als e-mail, met het e-mailprotocol, met de signature en het certificaat en de hele test of dat allemaal wel bij elkaar past. Vergelijken met de software signing, moet je ook inderdaad zien wie heeft, van wie komt het af en is mijn data niet veranderd. DNS, dat is dan wat je bij de servers het meeste ziet. Soms staan er heel veel van die DNS entries. Je kan er oneindig veel hebben. Oneindig is niet wat iedere CA accepteert, maar technisch kan het wel. En dan kan je dus zeggen van nou, ik ben goed voor host.example.org, maar ik kan ook zeggen voor example.org of ik kan zeggen allerlei andere URL's. Dat mag je, waar ik hostnames moet zeggen, dat mag je zelf invullen. Hetzelfde geldt voor IP-adressen. Dat is wat minder gebruikt, maar je hebt machine-to-machine interactie soms tussen bedrijven en dan is dat erg belangrijk. Deze is een beetje, ja, het kan wel. Je kan dus zeggen ik heb een bepaalde URL. Bepaalde jury eigenlijk. En dat is hetgene waarvoor ik mijn certificaat heb gesigned. En niks anders. Komt niet zo vaak voor dat die check degene is die wint of de beslissende factor is, maar het gebeurt wel eens en het begint steeds populairder te worden. Oké, dan gaan we zelfs een certificaat proberen aan te maken. En je begint dus uiteindelijk met een hele goede number generator. Klinkt een beetje wazig, weet je, waarom dat nou? Maar je gaat dus die public en die private keys ga je genereren. Ik ga niet helemaal in hoe dat exact werkt. Dat is mijn praatje. Zijn er nog eens lang? Is hier al. Best voorbereid. De public en private keys zijn twee priemgetallen. Die heel erg goed random zijn gekozen. Goede random number generator. Wie weet hoe de OV-chipkaart hack in elkaar zit. Je hebt er wel eens wat over gelezen. Brute force deels. Brute force? Nou, wat kun je brute force? Ik kan nog mij proberen dat goed te krijgen. Ja, want na een tijdje ging die uiteindelijk opnieuw tellen. Die random number generator in je OV-chipkaart. Dat was de hack van de allereerste variatie. Dan kon je uiteindelijk kon je er een beetje op gaan manipuleren en gaan gokken aan de hand van de omgevingsvariabelen. Kun je bepalen, dit is ongeveer waar die in de sequence zit. Want ja, hoe programmeer je een random number generator? Meestal is het een pseudo-random number generator. En meestal houdt het in dat hij gewoon een bepaalde sequence afloopt die verdacht veel lijkt op random. Maar eigenlijk misschien niet is. Dus daarom moet je dus de muis af en toe bewegen om dus entropie te genereren. Om dus meer randomness te genereren. Dat echt niet zeg maar zomaar gegenereerd is uit de machine of de omgevingsvariabelen van de machine. Want ik kan gokken dat mijn laptop bijvoorbeeld op tijd loopt. Ik kan gokken wat er misschien loopt aan processen, want ja, hoeveel processen zullen er lopen? 10.000? Nou, in de grafische wereld is dat natuurlijk peanuts. Dat is gewoon niks. Dat kun je allemaal uitproberen, een paar keer door een sequence heen gooien, als dat alleen maar de enige vorm is van entropie. Daarom zijn random number generators zeer belangrijk. Echt een fundamenteel onderdeel van de hele cryptografische wereld. Maar ook hier, waar je het dus uiteindelijk gaat splitsen in twee keys. De public en de private key is horen bij elkaar. Oké, nu gaan we, gaan we verder met het echt maken van dat ding. Nou, je hebt dus nu inderdaad zo'n public, private, publieke en geheime sleutel. Ik vind dat nog heel gek klinkt als je zegt geheim. De geheime sleutel. Dan maak je een certificate signing request.
soms is het zo dat je naar een website gaat en alles gebeurt achter de scherm. Straks met het practicum mag je het allemaal zelf gaan proberen. En dan mag je dus zelf een signing request gaan maken en gaan proberen te signen. Waar het op neerkomt is dat je dus een PKCS team file, dus het format waarin je dat beschrijft, daarin adverteer je allerlei informatie zoals de gewenste subject name van jou. Daarin maak je dus bekend wat de public key is die je gaat gebruiken. Je hebt zelf de private key gehouden en het enige wat je doet is je ondertekent je CSR met jouw private key. Komt er dus op neer dat als dit dus gebruikt wordt in het versleutelen, en je maakt er dus inderdaad, de CA maakt hier dan een echt certificaat van, komt er nu voor mijn public key hierop te staan. En die past hierbij, mocht dat nou eigenlijk anders zijn of iemand maakt een foutje en haalt de private keys door elkaar heen, bewust of onbewust, gehackt of niet, maakt niet uit, het certificaat wat eruit rolt past alleen maar bij die private key die je hiervoor hebt gebruikt in de public key. Dat is de motivatie voor dit onderdeel. Deze CSR, deze gesigned blob, die stuur je dus uiteindelijk naar de CA, inclusief een proof of possession, dat houdt in een document, een begeleidend document of iets elektronisch, dat maakt er niet uit. Waarin je dus vertelt dat je zo'n aanvraag hebt gedaan, dat het inderdaad mijn aanvraag was geweest. En dat is dus om eventueel spoofing en allerlei andere lastige dingetjes een beetje proberen tegen te gaan. Data signing, tot nog even is een kleine recap. Ik weet niet of iedereen weet hoe dat exact werkt. Dus even kort door de bocht variatie. Als uitlegje, je hebt dus data, dat doe je dus door een hash algoritme heen. Neem SHA-1, SHA-3, SHA-2, whatever. Een one-way hash functie. Betekent, je hebt dus een of andere, je hebt een vermangelde vorm van data aan de andere kant. En je kan niet vanaf die hash waarde terugrekenen. Althans, kan wel. Dat heb ik gezien met de MD5 omgevingen en de dingen dat je terug kan. Maar even het idee is, het concept is dat je niet zou kunnen terugrekenen of het kost heel erg veel tijd en moeite om dat te kunnen doen. Dus een one-way hash functie, je hebt van data ga je naar het hash getal. Dat ga je dus uiteindelijk gebruiken om dus een signature te genereren met de private key van degene waarmee je dus uiteindelijk die hash moet signen. En dan neem je dus de data van het certificaat zelf en die stuur je dan uiteindelijk op en dan heb je dus digitally signed data. Dus je hebt je data, daar begon je al mee, in dit geval een certificaat. En dat certificaat gooi je door die algoritme heen. Met de private key komen er dus uit dat er dus een signature genereert. Met die signature kun je dus zien dat dit je data was waar je mee begonnen bent en dat het ondertekend is door die private key. En dat kun je dus controleren met de public key. Public en private key. Weet je wat erin zit dan? Oké. Al deze stappen worden meestal geautomatiseerd op websites en alle andere CA's. En ja, uiteindelijk wordt het dan gewoon een invoerformuliertje of een van de applicatie. En uiteindelijk kom je dan uit dat die aanvraag naar de CA gaat. En dit is dan even het momentje dat ik even zeg, hierna wordt het wat spannender. Laten we even een kleine adempauze nemen.